snuffelen? Bakkie. Moet je dat nog vragen? Wat is er met jou aan de hand? Heb je het voorjaar in je kop? Nee. Morgen komt de inspecteur. De keuringsdienst? Inspecteur Bronkhorst van Onderwijs. En jij dan? Jij staat toch niet voor de klas? Nee, dat niet, maar ik bedoel, hier komt toch alles binnen. Nou, ik ook. En wordt er voor mij ooit schoongemaakt? Nou, dat is geen begin aan. En voor die doorgestudeerde krotenkoker wel? Jaloers? Heb je die rode loper voor hem uitgelegd? Nee, dan wacht ik even mee tot die modderschaten van jou weg zijn. Ik doe het eigenlijk goed en dan. Je zit er nogal over in. Over die inspecteur. Weet je wat van die inspecteur? Ik bedoel, is het een beetje een innemer? Hoezo? Daar heb ik nog wel wat voor hem. Kopen, voor weinig, originele roze champagne. Ah. Hoe kom je daar nou weer aan? Wat er gebeurt? Truus moest gisteravond schoonmaken op het stadhuis. Heeft ze de burgemeester in wat gedaan? Nee, zulke vuile handen kan je nooit meer schoon. Deze had een of andere duur versie. En toen ze allemaal dronken de taxi inrolden, stond er nog een partij ongeknalde champagne. En Truus had toevallig een grote boodschappentas onder de trui. Heb je dit mee? Je hebt het wel over mevrouw. Oh, ik wist niet dat Truus gestopt was met jatten. Sinds ze ervan kan leven, doet ze het niet meer. Is het nou goed? Dus ze heeft die roze champagne vanwege de mooie blauwe ogen. Had ook gekund, maar zo is het niet gegaan. Enfin, Truus is klaar met schoonmaken. Komt dus een driedelige ceremoniemeester op eraf en die vent zegt... Maakt u die boodschappentas eens open? Nee, die vent zegt, sorry, ik kan u niet betalen. De sleutel van de kluis is zoek. U krijgt uw geld morgen wel. En wat zei Truus? Nou, als ik de vloeken weglaat, helemaal niks. Dus, toen heeft die nagemaakte feestzwaluw er in natura uitbetaald. In natura? Nee, die ceremoniegeit die biedt er dus 2 dozen roze champagne aan. Nou, Truus heeft nog nooit van het leven zo snel ja gezegd. Ook niet toen je ging trouwen. Wat heeft Truus dus verdiend met 2 uur schoonmaken, 12 flessen keer? Ja, pak een beet, 50 gulden is 600 piek. Dat is per uur. 6 flessen. Nou, had ik zo gedacht. Weinig kans, Thijs. Wat moet ik hier op schoonen met champagne? Nee, maar ook niet als presentje. Voor de inspecteur, namens de Hugo de Groot. Ga toch weg, Thijs. Maar jullie hebben toch wel eens een officieel feestje, een afscheidje, een vetje, een Happy Teachers Day? Happy wat? Teachers Day, dat is Engels voor dat de leerlingen de leraar eens een keer een dagje in het zonnetje zetten. In de watten? Precies, kijk. En daar zou die champagne in het spel kunnen komen. Hou toch op. Leerlingen die iets leuks doen voor de leraren? Ja, voor de eigen zorgen, daar zijn ze goed in. Moet je voor de gein eens kijken wat 3C heeft ingeslagen voor een doodgewone klasavond. Zalm, notenpartee, Franse stinkkaas, caviar. Collega zegt, er zit geen zakje chips bij. Ik verdiende geen stuiver, hè? Heb ze allemaal zelf ingekocht. Ik mag het alleen voor ze bewaren. Waar hebben ze dat van betaald dan? Weet ik veel. Ja, misschien van een schoonmaakklusje in een delicatessenzaak. En was de sleutel van de kluis weg. Alsjeblieft, mensen, als we elke onvoldoende ter discussie stellen, dan zitten we hier morgenavond nog. En we moeten het nog over punt 7 hebben. Meneer Bronkhorst, inspecteur van onderwijs. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik wil toch nog even terugkomen op die 1 van Errol voor verkoopkunde. Mario, meneer Van der Sluis geeft niet zomaar een 1. Daar zal hij ongetwijfeld zo zijn redenen voor hebben. Vink mag blij zijn dat hij überhaupt een punt krijgt. De inspecteur. Toevallig weet ik dat hij morgen komt. Als wij niet op... En toch wil ik nog even van de heer Van der Sluis weten waar die 1 dan voor staat. Die 1 is volkomen terecht. Meneer Vink komt te laat. Meneer Vink spijbelt. Meneer Vink doet maar. Waar is die 1 dan voor? Voor verkoopkunde of voor te laat komen? Als ik voor te laat komen een punt zou moeten geven, nou, dan wist ik het wel. Agenda punt 7. De inspecteur. Hier zo. 3 proefwerken heb ik dit semester gegeven. 3 keer raden wie er 3 keer niet was. Errol Vink? Precies. Errol Vink. Errol Vink. Errol Vink. De inspecteur. Hoe kan ik nou iemand beoordelen als hij er nooit is? En toch doet hij het. U geeft hem een 1. Moet ik zo'n Vink dan 10 geven? Omdat hij zo uitmuntend te laat komt? Als hij al komt? Mensen, we hebben niet veel tijd meer. Straks beginnen de lessen. En we moeten het nu echt over het bezoek van de inspecteur hebben. Morgen staat hij hier. Wij waren vroeger al blij met een glaasje cola en een zakje pelpinda's. Cola? Een glaasje oranje kon je krijgen. Aangelengd met water.
Dan moest je dan de hele avond mee doen. Ja, en met z'n tweeën. Ieder een rietje. Haha. Weet je meer een spinazie eten? Pinocchio? Dat was Pinocchio niet. Dat was Popeye. 240 voor zo'n laffe fles kraanwater. Lexbox fromagerie. Ja, hallo. Wie koopt dit dan ook bij een fromagerie? Bij mij krijg je dezelfde fles voor de helft van de prijs. Lex Bonk, is dat niet de zwager van meneer Van der Sluis? Ja. Jullie gaan me toch niet vertellen dat jullie daar verplicht hebben moeten inkopen, hè, van Van der Sluis? Nee hoor. Waarom ga je daar dan naartoe? Nou, omdat Johnny de stage loopt. Ja, bij Lex Bonk. Dat vind ik nou niks voor jou, John. Om zoveel te betalen. Of krijg je soms korting? Korting? Ja, we kregen korting. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou korting krijgen? 3 kwartjes per fles. Ga die kratten maar weer inleveren bij die kaasboer. Bij mij krijgen jullie ze voor de helft van de prijs. Dat is een veel beter plan, John. We maken nog winst ook. Die trouwens staat aan de kant in het zak. Waarom eigenlijk niet? Oh nee, natuurlijk niet. Je staat vandaag niet achter de kassa. Waar staat dat nou wel op? U denkt nu natuurlijk dat wij... Ga jij eens even mee met inspecteur Dirk. Dat ziet er niet zo best uit, hè, wij, hè? Hoezo? Als jij nou nog een keer gaat jatten, laat Pinocchio dan voortaan thuis. Waar gaan we heen, Terwijde? Je advocaat bellen? Naar de wc? Niks daarvan. Wij blijven hier rustig wachten totdat Pinocchio terug is. Met inspecteur Dirk. Guus, geef naar me toe. Jullie hebben lopen jatten. Nee hoor, ik heb gewoon boodschappen gedaan. Toen natuurlijk met Johnny langs de kassa gegaan. Ja, los van Johnny. En toen vergat Johnny zeker per ongeluk expres aan te slaan. Nee hoor. Zou ik dan misschien even de kassabon mogen zien? Waar had ik die ook alweer? Ga maar op, Guus. Geef het nou gewoon toe. Ah, hier heb ik hem. Aha, zit dat zo? Wat? Jullie hebben wel erg veel korting gekregen. 0 en 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 0 is 0. Subtotaal 0, ontvangen 0, teruggave 0. Mensen, zo komen we er niet uit. Laten we afspreken dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen punt. Mooi. Kunnen we dan nu naar de inspecteur toe? 1 dingetje nog, als u het niet erg vindt. Heel snel. Ik snap niet hoe Otto Bohnen of all people aan een onvoldoende voor Duits komt. Nou, hij mag nog in zijn handen knijpen met die 4 min. Ik kap nu de discussie. Otto heeft een Duitse vader. Als ik eerlijk ben, snap ik die onvoldoende ook niet. Otto spreekt notabene thuis de hele dag Duits. Duits? Noemt u dat Duits? Dat Schwabische gebrabbel. Dus Otto krijgt een 4 min omdat hij dialect spreekt? Dat heeft u dan goed gezien. Ik geef Duits. Geen Schwabisch. Mensen, als we zo gaan praten, dan zou ik een leerling die van Maastricht naar hier is verhuisd... hè, een onvoldoende moeten geven alleen maar omdat hij Limburg spreekt. Moet je zien hoe snel zo'n Limburger dan behoorlijk Nederlands spreekt. Ach man, laat naar je kijken. U hoort het niet eens als een dialect wordt gesproken. Oh nee? Nee, bij u mogen de leerlingen geen bek open doen. Ik wil er geen woord meer over horen. In geen enkel dialect. We gaan nu over naar punt 7. De inspecteur. Bij toeval heb ik vernomen dat hij morgen langskomt. Laat hem maar komen. Maar houd hem in vredesnaam uit de buurt van dat 4-granen-ei. En die zelfgebreide blokfluit. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat lijkt mij wel duidelijk. Mooi. Als morgen de inspecteur komt... en ziet hoe de leerlingen bij mevrouw Blok Jansen als zwijnen onderuit liggen... Dit pik ik niet. Ze hoeven alleen maar een beetje met Miss Piggy mee te knorren... en hup, ze hebben al een 10 te pakken. Dit trekt u terug. Zoek het maar uit allemaal. Zijn u nou zo snel binnen? Hoe bedoel je? Nou, normaal wacht u altijd even, zodat u de tijd heeft die fles weg te zetten. Zou u hem echt niet wegzetten nu?
Bij mij niet uit, maar als je... Ik word gek van die luier. Is het weer eens zover? Nou, dan kan ik beter ook een andere keer terugkomen, want ik heb ook niet zo'n prettige mededeling. Kom maar op met je verhaal. Heb ik alles in één keer gehad. Guus Berendsen. Kom alsjeblieft een andere keer terug. En Johnny ter Weide hebben lopen stelen op hun stageadres. Wat? Nee, hè? Ook dat nog. Dat kan ik er echt niet bij hebben. Als dat uitlekt. Niemand weet het verder nog. Wat een puinhoop. De leraren vliegen elkaar naar de strot en de leerlingen lopen hun stageadressen te plunderen. Wat moet die inspecteur wel niet denken morgen? Kunt u die bronco's niet afbellen? Ik mag nog blij zijn dat ik toevallig weet dat hij morgen komt. We hadden ons zo goed voor kunnen bereiden. Dat kan toch nog? Dan moet ik eens heel diep nadenken. Doet u mij ook maar een glaasje. Dan denk ik even met u mee. Mijn spreekbeurt gaat over paarden. Hé, hey, je mag toch geen spreekbeurt over jezelf houden? Ach, hou jij je bek, joh. Je bent zelf een paard. Bek? Ik dacht dat paarden een mond hadden. Ja, en ook benen. Poten mag je niet zeggen. Ja, tenzij zo'n paard homofiel is, hè? Iedereen houdt nu verder zijn mond. Zo, we zijn opeens allemaal paarden geworden. Sylvia, ga maar door. Mijn spreekbeurt gaat over paarden. Het paard komt oorspronkelijk uit Azië. Ja, nou, dan zal hij wel moe zijn, hè? Het paard is een edel dier. En dat kun je duidelijk zien op deze foto. Dit paard... Welk paard? Er staan er twee op. Dit paard is van mij. En ze heet Loekie. Loekie? Loekie! Ja, wat valt er nou te lachen? Loekie. Loekie Knol. Sorry. Ja, dag! Als u nou ook al begint te lachen. Ja, daar heeft Sylvia gelijk in. Lullig hoor. Dat had ik nou niet van u verwacht. Ik zei toch sorry? Ja, makkelijk is dat zeg. Dat kan ik ook. Sorry. Bianca, ga er maar uit. Ik zei toch sorry? Sorry. Sorry. Nee. Sorry. 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 Zo, we hebben allemaal weer eens gezien dat de zwaartekracht het nog steeds doet. Boekoprapen en mondjes dicht allemaal. Ik wou even wat met Riche doorspreken, kan dat? Gaat uw gang. Ja, zonder u erbij. Is niks ernstigs hoor. Weet u zeker dat u het alleen aan kunt? Ze zijn nogal druk vandaag. Ja hoor, dat lukt wel. En jullie gedragen je een beetje, hè? Jullie begrijpen zeker wel waarom ik even langs kom. Jullie hebben lopen jatten. En dat kan natuurlijk niet. Toch niet allemaal? Zij toch niet, joh. Iedereen wist ervan. Precies. Je hebt stelers en helers. Om te beginnen... Je was toch al begonnen? Beide handjes gegeten. Om te beginnen kunnen jullie de klasavond wel vergeten. Je wordt zo gemolken, Errol. De delicatessen die jullie jezelf hadden beloofd... worden morgen opgegeten door de leraren. Hè? Hè is een afkorting van hengst. Jullie organiseren morgen namelijk... een Happy Teachers Day. Ja, dag. Voor de leraren. Iedereen treedt morgen aan in zijn zondagse pak... Weg die vinger. Ik weet wel dat het morgen geen zondag is. Morgen is iedereen aardig voor de leraren. En niet gewoon aardig. Nee, verschrikkelijk aardig. Nou, dat zal dan niet meevallen, hè? Ik kan me niet schelen, dat doe je maar voor één keer je best. En er hoeft er maar eentje dwars te gaan liggen. Of ik ga alsnog een babbeltje maken met de politie. Zijn er nog vragen?
Eurosnack Unlimited, de champagne. Zet me hier. Leg mij nou eens uit, Job. Waarom had je die champagne nou opeens wel weer nodig? Die inspecteur van onderwijs komt morgen, toch? Zuip die zult wat champagne dan. En om bij die vent een beetje indruk te maken, organiseren wij morgen zo'n Happy Teachers Day. Zie je nou wel? Ik weet wel wat ik zeg. En ook wel wat je opschrijft. 30 gulden per fles. Truus, heb 2 uur leggen schoonmaken. En ik rij het niet allemaal voor niks heen en weer. 15 gulden per fles kun je krijgen, meer niet. Als afsnijer. Maar dan verander ik wel even de bon. Want dat ken ik. Dan steek jij stiekem het verschil in je zak. Of zullen we die bon zo houden en doen we sam-sam? Veranderen. Heb je morgen nog hulp nodig? Als je me kan matsen, graag. Voor niks gaat de zon op. Dus zullen we die bon maar zo houden? Vooruit dan maar. En eten de heren leraar en ik morgen bij de champagne? Ik heb toevallig een hele fijne bokworst in de aanbieding. Daar heeft dat tuig van 3C al voor gezorgd. Onze klas 3C biedt u een ontbijt aan met heerlijke delicatessen, omdat... woorden schieten tekort om onze gevoelens te omschrijven. Het is vandaag een bijzondere dag. Want, beste leraren en leraressen, ook al zijn we niet altijd even aardig, toch op onze eigen manier houden wij van u. Grandioos. Ik vind het grandioos. Echt fantastisch. Ik ben ontroerd. Mario, dat van die zwijnen neem ik terug. Ik gaf het ook voor het Vigranei. Wat hebben ze hun best gedaan en wat zien ze er netjes uit. En vandaag gaan we u eens lekker verwennen met een feestelijk champagne ontbijt. Hierbij verklaar ik namens de IC de Happy Teachers Day voor geopend. Tussen de Wit, welkom op de Hugo de Groot. Waar kan ik directeur Van Dam vinden? In de kantine, komt u maar mee. In de kantine? Is dat pauze? Komt u nou maar mee, meneer de inspecteur. U valt met uw neus in de boter. Hoe bedoelt u? We hebben vandaag toevallig een Happy Teachers Day. Is hier toestemming voor gevraagd? Mag ik even stilte? Dit is de heer Bronkhorst, inspecteur van onderwijs. Nou, u had geen betere dag uit kunnen kiezen. Meneer de inspecteur, ik zou zeggen, neemt u plaats en prikt u gezellig een vorkje mee. Geen denken aan. Ik ben de inspecteur van onderwijs. Geen prins carnaval. Het spijt me, meneer Bronkhorst, maar dan moet u maar een andere dag terugkomen. Dat is toch nergens voor nodig? Als meneer Bronkhorst een lesje wil zien, nou, dan geven we toch een lesje. Van de Sluis, verkoopkunde. 3C, opgelet. Allemaal zitten. En mondje dicht. Ware kennis. Terwijde, een komkommer, is dat een groente of een fruit? Een komkommer is geen fruit, maar een groente, meneer Van der Sluis. Dank u wel, meneer Van der Sluis. Wat voor les geeft u? Nederlands. Meneer de inspecteur, ik wil me er niet mee bemoeien, maar... Doet u dat dan ook niet? U kunt beginnen. Tja, u overvalt me wel een beetje. Wat wilt u zien? Les. Eens even denken. 3C. Waar waren we gisteren ook alweer? Sylvia was nog niet helemaal klaar met de spreekbeurt, meneer. Ja, maar om dat nu hier... Nou, ik zou die spreekbeurt anders best eens willen horen. Weet u het zeker? Ja. Sylvia? Mijn
spreekbeurt gaat over paarden. Oh, leuk. Over paarden. Het paard komt oorspronkelijk uit Azië. Het paard is een edel dier. Ja, Johnny? Meneer Koopmans, ik heb een vraag aan Sylvia. Mag ik die nu tussendoor al stellen? Ja, tuurlijk. Dank u wel, meneer Koopmans. Sylvia, om te beginnen mijn complimenten. Je weet erg veel van paarden. Nu vraag ik me af, heb jij soms zelf ook een paard? Dat weet je toch, joh? Loekie. Loekie Knol. Nou, zo gaat dat dus ongeveer. Heeft u voldoende indruk? Misschien vindt meneer Bronkhorst het leuk om nu een lesje Duits te zien. Ja, leuk, Duits. Ach, mevrouw de Bruin, doen we dan de meervouden van de onregelmatige zelfstandige naamwoorden? Of dat prachtige gedicht? Van Goethe. 1749-1832. Wer reitet zo spät durch Nacht und Wind? Es is... Dank u, mevrouw de Bruin. Maar ik geloof dat het zo wel... Of maatschappijleer. U zou mevrouw Blok Janssens les moeten zien geven. Ik kan les geven. En heel belangrijk hoor. Over het milieu en dat je er zelf wat aan kan doen. Alleen jammer dat het bijna nooit voor het punt is. Ja, maar dat is nou net het goede. Kijk, het milieu is veel te belangrijk om daar cijfers voor te geven. Ach, heeft u die les nog eens over tropisch regenwoud? Jullie hebben wel erg graag les, nee? Ja, dat is het enige nadeel van de Happy Teachers Day. Hoe bedoel je? We hebben het natuurlijk graag voor de leraar over, hoor, meneer de inspecteur. Maar ja, het gaat natuurlijk wel ten koste van onze lessen. Ach, dat halen we morgenmiddag wel in, na schooltijd. Nee, morgenmiddag kan niet. Nee, dan geven we al bijles aan de brugklasjes die niet zo goed mee kunnen komen. Ah, leuk. Glaasje champagne, meneer de inspecteur? Nou, ja. Vooruit dan maar. Ja. Dat is een uitstekend kwaliteitje, meneer de conciërge. Het is maar eens in het jaar Happy Teachers Day. Yeah. Mag ik die fles eens zien? Nou, dacht ik het niet. Hadden wij laatst op het stadhuis ook bij het afscheid van de wethouder van onderwijs. En wat gebeurt er na afloop? 12 flessen verdwenen. Waarschijnlijk achterover gedrukt door de schoonmaaksters. Maar ja, je kan niks bewijzen. Kom jij eens even mee met inspecteur Dirk?